Oei, nou, Moni heeft zo de eigen vorm van yoga ontdekt. Ik ga zo naar yoga, maar ik heb ook iets ontdekt, zojuist. En dat is namelijk, ik ga het even heel simpel houden. Het is ook een reminder voor mijzelf. Zolang je in de vraagmodus zit, ben je op level 1, zou ik maar zeggen. Vragen nodig hebben, niet. Dat is op zich niet erg, want daarmee nodig je het uit. Maar het ontvangen zit hem op een ander level. Dus, zoals je weet, vraag en het wordt gegeven. Het wordt gegeven is stap 2, level 2. Het derde is ontvangen. Stap 3 is ontvangen. Receive. Nou, in plaats van dat je bij wijze van spreken bidt of smeekt of help, 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 ik heb dit of dat nodig. Kun je beter gaan bedanken, waarderen wat er al is. Dus het maakt niet zoveel uit wat, al is het iets compleet anders, toch gaat het doorwerken, omdat je dan op dat andere level terechtkomt van bedanken, van overvloed, van ontvankelijkheid, van ontvangen. Wat ik nu net bedacht is dat het precies hetzelfde is met geven. Geven zit eigenlijk ook op het level van dankbaarheid. Als je tenminste niet geeft met een bepaald doel. Als je geeft vanuit je overvloed, vanuit je ruimhartigheid. En niet vanuit het idee van tekort dat er iets voor terug moet komen. Of dat je niet genoeg hebt of dat. Anderen jou moeten waarderen of dat ze iets voor jou moeten doen of noem maar op. Hè. Als je gewoon geeft vanuit die andere beweging, vanuit dankbaarheid eigenlijk, vanuit overvloed, vanuit, snap je, dat zit allemaal op dat andere level. Ja, dus dat vond ik heel interessant om eventjes te benoemen. En nu ga ik naar de yoga, dus dit was even kort tussendoor een interessant inzichtje. En schrijf altijd alle dingen op, liefst elke dag voor jezelf of noteer ze in gedachten, maar opschrijven werkt nog beter. Waar je dankbaar voor bent en wat je waardeert. Bij mensen werkt het ook zo. Als je focust op wat je prettig vindt, wat je fijn vindt, wat je waardeert, dan nodig je dat uit om er te zijn. Dus ja, ik zou zeggen, als je een probleem hebt met iemand, probeer het eens een dag of 30. Dan moet je die persoon even niet zien, maar je gaat continu opschrijven. En het moet ook goed voelen, dus het moet niet onecht zijn. Het mag maar wat je waardeert in die persoon. En je blijft jezelf eigenlijk voortdurend daarop focussen. Dat is het herschrijven. Het principe van herschrijven. En dan ga je door en door en door en door en door. Net zolang tot je ook gewoon een goed gevoel hebt erbij. Dus je focust op wat wel. Dat is altijd het geheim. Nou, Moni doet dat ook. Kijk maar.